Goedemorgen Ton, je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Jan-Ambacht. Hoe is het? Mooi. Ja, ook goed hoor, ook goed. Ik zou jou nog eventjes terugbellen. Ik begreep van mijn collega Damir Ibrahimovic, jullie hebben elkaar gesproken. Jullie kennen elkaar ook. Ja, en Damir vertelde mij het een en ander over jou, over jullie eigenlijk. En ik ga dus eventjes je profiel erbij pakken, want jullie zijn net startend, hè? Zo. Ja. Kijk. Ja. 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 Ja, oké. Mag ik, ja? Ga verder. Wat zijn de 2, 3 voornaamste problemen die jullie product oplost in de markt? Ja, dat is interessant natuurlijk. Dus jullie product is in feite een enorme tijdbesparing. Tijd. Ja, dus in efficiëntie wordt niet betaald dat is besparing tijd en geld. Nou, daar hou ik altijd van. Dat zijn altijd zeer interessante diensten, producten of oplossingen, om het zo maar te noemen. En wat zou de allergrootste voordeel zijn? Kijk, dit is een probleemoplossing, maar stel je voor als je nog eens een voordeel... Wat zou de voordeel zijn ook nog eens? Juist.
Ja. 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 Kijk, interessant als ik dit zo hoor tot zover. Nu is mijn volgende vraag. Kijk, ik probeer zoveel mogelijk informatie te vergaren, want dan weet ik een beetje welke kant we op zouden kunnen gaan. Wie zijn eigenlijk jullie doelgroep? Welke bedrijven zijn dat? Kijk, en dan hoef ik niet specifiek te weten van, want ik neem aan, dit kun je toepassen op meerdere bedrijven. Hoeft niet alleen in één sector te zijn, hè, als ik dit zo hoor. Dus dat maakt de doelgroep alleen maar groter. Maar vanaf hoeveel mensen is dit al interessant in het bedrijfsleven? Ja. 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 Klauwen met geld. Ja, nee. Ja, duidelijk. Ja, dan als je een goed product hebt, en wat ik hoor, dat heb je. Dat is gewoon een goede oplossing. Dan is mijn volgende vraag: hoe sterk zijn jullie in jullie marketing en verkoopvaardigheden? Ja. Juist, en niet een ander. Nou, het allereerst, je moet binnenkomen in de markt. Dat is stap nummer 1 eigenlijk. Waarom had ik die informatie eventjes nodig, Ton? Want dan weet ik een beetje waar bevinden jullie je, wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we die uitdagingen verhelpen? Hoe kunnen we die problemen oplossen? Want wat jij eigenlijk net noemt, dat is het probleem van 90% van de ondernemers. Ja, ze hebben expertise, ze zijn heer en meester in het product ontwikkelen, verbeteren. Je kunt er nog net niet mee naar de maan, zeg ik altijd. De ene is beter, goedkoper, efficiënter, effectiever, noem alles maar op. Maar dan kom je tot het punt
dat ze het eigenlijk in... Want vandaag de dag leven we eigenlijk in een tijdperk dat je in 30 tot 60 seconden krijg je de kans om ergens binnen te komen. En als jouw verhaal niet helder genoeg is, dan verlies je, heb je al verloren. Ja? Laat staan als jouw presentatie bij wijze van spreken langer is dan 10, 15 minuten. Ja, demonstratie, presentatie. Dan verlies je mensen hun aandacht. Dus alle crap, zoals ik dat altijd zeg, moet eruit. Alles wat niet meerwaarde heeft voor de desbetreffende project, bedrijf, onderneming, het moet à la minuut van de tafel. Ik doe dat 25 jaar, Tom. Klein beetje over mezelf. Want dan heb je een beetje een idee wie je tegenover je hebt, want wij kennen elkaar natuurlijk niet. 25 jaar lang heb ik met diverse bedrijven en ondernemers gewerkt op alle continenten. Je kan zo'n gek product niet bedenken nog in de gulden tijd van 5 gulden, wat in de markt gezet moet worden tot diensten van een 500.000 euro. En ik heb daar een systeem. Ik heb heel veel dingen heb ik gezien. Heel veel goede bedrijven heb ik wegzien gaan door een aantal simpele stappen eigenlijk dat ze tekort kwamen. En die stappen zijn ontzettend belangrijk om die te volgen. Want heb je toevallig pen en papier bij de hand, Tom? Ja. Ik wil graag die stappen met je doornemen. Kijk, stel ja, dat we eind van dit gesprek, en jij hebt het met je compagnon erover gehad, hè, want jij bent niet een one-man band, maar hier zit ook nog iemand anders bij betrokken. Stel dat jij zegt, hey, ik vind dit een interessant verhaal, Robert. Ik zie hier meerwaarde in. Praat ook met mijn compagnon, want ik denk dat wij dit nodig hebben om succesvol te worden. Dan ga ik natuurlijk met hem ook in gesprek. Maar jij bent de eerste die ik aan de lijn heb. Dus als allereerst, mijn systeem bestaat uit 7 stappen. Heb jij de cijfers gezien die ik met jou gedeeld heb van samenwerken is vermenigvuldigen in dat pdfje? Ja. Nou, heel simpel. Dat is een referentiemarketingstrategie. Dat is voor jullie niet eens zozeer van toepassing op dit moment. Maar dat is puur een schets wat ik voor grote, kleine bedrijven in elkaar heb gezet. Want voor elk bedrijf is maatwerk altijd. Maar dit soort cijfers, ik heb bedrijven en ondernemers die dit soort cijfers bereikt hebben in 12 weken en ontevreden waren. En ik heb ze bij die in 12 jaar dit soort cijfers konden bereiken en zeer tevreden waren. Het is maar net van je product of dienst. Wat wil je? Gaat jij in duizenden of gaat... Ik heb ondernemers gehad die van 12 naar 50 opdrachten of transacties per jaar gingen en die zeiden, ik ben ontevreden. En ik heb erbij, die hebben 1 opdracht per jaar en die zeggen, ik ben zeer tevreden, want meer kan ik niet aan. Als allereerst, op het moment dat jij een product, dienst, bedrijf, idee, investering, het maakt niks uit, Ton. Beginnen we altijd bij het begin. Je hebt een... Ik praat nu in een strategievorm, maar je hebt daar verschillende strategieën voor nodig. En nummer 1 is een invitatiestrategie. Wat is dat? Dat is het verkrijgen van voldoende prospects die behoefte, wensen of verlangen hebben in je producten en of diensten. Door je eigen inzet, maar ook door doorverwijzingen van andere mensen, ondernemers en bedrijven. Het allerbelangrijkste wat ik nu met je ga delen, Tom, is wat je ook doet, je zit altijd in de people business. Ja, altijd. Mensen kennen mensen, mensen gaan met mensen om. Mensen kunnen je doorverwijzen, mensen weten nu al in jouw netwerk. Als jij een goed verhaal hebt, weet ik zo mensen in jouw netwerk die jou door kunnen verwijzen naar de juiste decision makers, CEO's, CFO's, noem ze allemaal maar op. Ja? Je moet wel een krachtig en een goed verhaal hebben. En dat gebeurt in stap 2. Dat is prospectingstrategie, wordt dat in onze termen marketing en verkoop genoemd. Dat is kwalificeren van de prospects met het doel om ze uiteindelijk in winst genererende cliënten, klanten of kopers te veranderen. Een prospectingstrategie moet je zo zien, Tom. Die bestaat uit 5 mechanische elementen. Op het moment dat ik meer informatie heb en wij gaan rond de tafel, wij gaan serieus zitten. Hey, hoe verkort je jouw verhaal tot 30 tot 60 seconden televisiecommercial, communicatief, verbaal?
dat de deuren open gaan. He, dan ga je nog niks verkopen. Nee, eerst moeten de deuren open gaan dat je ergens binnen kan komen. Ja? Dus daar is een prospectingstrategie ontzettend voor belangrijk. En daar kan je... Je krijgt vandaag de dag, geloof me, 30 tot 60 seconden. Om überhaupt dat iemand zegt, is goed, kom maar eens langs. Ik wil hier naar kijken. Ja? Daarna hebben we een presentatiestrategie. Ja? De presentatiestrategie kan ook wel als demonstratiestrategie worden genoemd in jullie geval. Dat is het positioneren en presenteren van je producten en diensten. Met het doel om een transactie in samenwerking te leiden. Om succesvol te kunnen vermenigvuldigen. Want alle ondernemers waar jij aan tafel komt en jij een presentatie of een demonstratie gaat geven, gaan twee dingen gebeuren. Of je gaat zaken doen of je gaat geen zaken doen. Heel simpel. Bij sommige bedrijven krijg je 5 minuten de tijd. Schrik niet. Het kan. Bij anderen krijg je 10 minuten de tijd. Bij anderen 20 minuten de tijd. Bij anderen 1 uur. Het maakt niet uit. Wij gaan jullie voorbereiden dat jij in alle omstandigheden precies weet, dit moet ik doen, zo moet ik doen, want ik krijg nu maar 15 minuten de tijd. Dus je gaat dingen verkorten. Snap je wat ik bedoel? Puur naar de behoeften van een klant. Dat jouw verhaal niet... Want ik weet zeker, jij kan mij 2 dagen over jouw product en dienst vertellen. En dan ren ik gillend weg, want dan heb je mij overload aan information gegeven, zoals ze dat zeggen. Terwijl je het misschien aan mij had kunnen verkopen in 15 minuten tijd. Snap je? Ontzettend belangrijk, Tom. Daarna gaan we naar een transactiestrategie. Dat is heel simpel. Het voltooien van een succesvolle transactie in ruil voor jouw producten en diensten. En een samenwerking om succesvol te kunnen vermenigvuldigen. Van stap 4 gaan we naar stap 5. En ik ga je precies vertellen waarom een transactiestrategie belangrijk is. Daar komen je algemene voorwaarden, contract van 30... 60 maanden, 1 jaar, 3 maanden, whatever, 1 dag, 1 week. Dat maakt niet uit. Dat gaan we op de juiste manier verpakken. Maar in die fase ga je niet meer terug naar de demonstratie, naar dit. Nee, daar is het onderhandelen van hetgeen wat jij te bieden hebt. Van, kun je hier wat mee? Wat is je budget? Past dit binnen jullie budget? Hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we het passend maken binnen jullie budget? En daar heb je 2 categorieën. 2 categorieën wat daar gaat gebeuren. 1 categorie zegt nee, wij willen geen zaken doen. En een andere categorie zegt waar moet ik tekenen? Heel simpel. Ja? Beide categorieën zijn ontzettend belangrijk. Want dat gaan we in de stap 5 bespreken. Dat is een referentiestrategie. Want jij bent dan al gelijk voorbereid. Oké, als ik hier geen zaken ga doen, dat maakt niet uit. Ik kan nog steeds nieuwe, gekwalificeerde prospect van dit bedrijf krijgen. En met diegene die je zaken gaat doen, idem dito, waarom? Die betalen al voor jouw producten en diensten. Maar dat doe je niet direct, dan moet je altijd een beetje eerst waarde creëren voordat je iets gaat terugvragen. Ja? Maar de stap 5 is een referentiebeloningssysteem, om een succesvolle beloningssysteem ontwikkelen met het doel om zoveel mogelijk doorverwijzingen te krijgen van andere mensen, ondernemers en bedrijven in ruil voor jouw producten en diensten. Waarom is dit belangrijk? Een referentiebeloningssysteem is een systeem. Stel dat een bedrijf tegen jou zegt, nee, wij gaan hier niet in investeren. Kan. Ja? Heb jij 1 optie nog? Ja, en die 1 optie is, oké. Zou je dit product gratis willen hebben? Of misschien met 50% korting? Ja, dat wil ik wel. Nou, als jullie ons introduceren aan 2, 3 van jullie klanten of bedrijven waar jullie zaken mee doen, waar ons product meer waarde aan heeft, krijgen jullie een kickback fee van 50% terug. Wat creëer je daarmee? Jij hebt 2 of 3 nieuwe klanten direct. Dus zou je daar 50% van je winst teruggeven? Ja, natuurlijk. Waarom zou je het niet doen? Je zou gek zijn als je het niet zou doen. Want op die manier ga je vermenigvuldigen, Tom. Hoeveel is 1 maal 3? 3. Hoeveel is 3 maal 3? 9. Hoeveel is 3 maal 9? 27. Ga zo maar door. Daar zit de kracht. Dat is met de nee'ers. Ja? Want je hebt nou eenmaal in het leven, krijg je nee's en ja's. Maar nee's zijn ontzettend belangrijk ook.
Heel veel ondernemers schieten daar tekort. Wat gebeurt met de ja's? Ja is heel simpel, Ton. Als ik jou voor jullie software of bedrijf, product een ton neerleg, dat betekent ik vertrouw jullie. Ik doe al zaken met jullie. Waarom zou ik in godsnaam jullie niet willen introduceren binnen mijn netwerk aan mijn zakenrelaties, partners? Maar in het zaken doen, men maakt daar helemaal geen gebruik van. Die behoudt die klant en dan zegt, ja, we hebben een klant. We koesteren die klant. Maar ze kijken helemaal niet verder dan hun neus lang is. Het is transactie en that's it. Jij hebt het product, ik heb de cash. En ja, dat is het. Terwijl je juist uit die klant is er zoveel uit te halen. Misschien wel heel zijn netwerk kan gebruik maken van de producten. Onthoud één ding, Ton. Als je het niet vraagt, dan krijg je het ook niet. Maar er moet wel wat tegenover staan. Dat wil zeggen, er moet ook een stukje zoiets zijn van, hey, als jullie ons introduceren aan 2 tot 3 ondernemers die hier gebruik van kunnen maken, dan willen we jullie halfjaartje. Hey, voor kiet, voor nul, krijgen jullie ons product. Dus dat moeten we helemaal uit gaan werken stap voor stap, want dat makes sense bij jouw klant. Snap je? Vanuit daar, Ton, ook een heel belangrijk onderdeel. Dat is 24 maanden opvolgingssysteem heb je nodig. Dat wil zeggen, ruim 70% van alle transacties in de wereld, Ton, vindt plaats in de opvolging. Luister goed, ruim 70%. Een goede opvolgstrategie is een geweldige manier om inkomsten te verdubbelen of te verdrievoudigen en nieuwe doorverwijzingen van nieuwe cliënten, klanten en kopers te krijgen. Wat gebeurt er in de markt? Bij meer dan 90% van de ondernemers, Ton. Ze stoppen na 1 of 2 keer nee. Gebeurt gewoon niks meer. Terwijl een nee is een momentopname. Als jij elke maand of elk kwartaal met een nieuw voorstel naar jouw nee toe gaat, naar jouw prospect die nee tegen jou zou, vergroot jij je kans om zaken mee te doen. Uit alle transacties in de wereld blijkt dat pas na de 5e maand ga je zaken doen met 70% van de mensen. Nou, hoeveel stoppen al niet bij de eerste maand? Bijna iedereen. Omdat ze zeggen, ja, hij had geen interesse. Nee, ze zijn al voorzien. Je weet nooit wat in de tussentijd kan gebeuren. Je weet nooit wat voor ontwikkeling jij doormaakt met jouw product of dienst dat wel ineens een toegevoegde waarde kan hebben. Je weet nooit wie jij tegenkomt binnen hun netwerk die hun kent en zegt van, hey, ik doe nu zaken met die en die. En zij doen zaken met mij. Zou je nog eens een keer niet willen luisteren naar mijn verhaal en naar de demonstratie? Nou, dat is allemaal gemiste kansen zijn dat. Ik zeg altijd, het ondernemen bestaat uit 2 dingen. Kansen pakken in het leven en opportuniteit aanbieden. Als één van de 2 ontbreekt, Ton, ga je het niet redden. Heel simpel. En dat is de reden dat 90% van alle ondernemers het niet redt in een periode van 10 jaar tijd. Vanuit daar, ja. Juist. Ja. Ja. Nee. Ja. Nee, maar dat is mooi. Dat is mooi dat je dat ziet. En als allerlaatst, Ton, dat is een 24 multinational strategie. Dat is ontzettend krachtig. Dat is een succesvolle beloningssysteem ontwikkelen met 24 verschillende multinationals. Wat we gaan doen. Met het doel om zoveel mogelijk doorverwijzingen te krijgen door andere mensen, ondernemers en bedrijven. Dit moet je echt eventjes zwart zien. Iedereen die geen gebruik kan maken van jouw product of dienst, heeft wel degelijk mensen in zijn netwerk die gebruik kunnen maken van jouw product of dienst. Maar om in ruil gratis jouw product of dienst aan te bieden of met een bepaalde korting, heeft die persoon niks aan. Dus wat doe je dan? Je kan een samenwerking, partnerships ga je indirect starten met een Corendon. Of met een Jumbo.
of met een Apple of met een Samsung of met een andere partij die je dagelijks op de Nederlandse televisie en media tegenkomt die miljoenen euro's spenderen aan marketing en advertising. Waarom doe je dat? Laat ik je een simpel voorbeeld geven. Als jij ergens bij een bedrijf niet binnen kan komen omdat zij niet jouw producten kunnen gebruiken, welke reden dan ook, en jij biedt daaraan dat zij, weet ik veel, voor een bedrijf 150 euro per week Jumbo Shop te goed kunnen krijgen via Jumbo Zakelijk. Of per maand of per jaar. Dat maakt niet uit. Dat gaan we stap voor stap natuurlijk uitwerken. Maar idee erachter is dat je via een andere bedrijf een beloning aanbiedt in ruil voor doorverwezen te worden binnen hun netwerk naar 2, 3 of meer gekwalificeerde prospects. Snap je waar ik naartoe wil? Als ik tegen jou zeg, Ton, wij kunnen vandaag geen zaken doen. Nou, dat is geen enkel probleem. Ton, zou jij mij willen introduceren aan 2 tot 3 mensen binnen jouw netwerk die hier wel gebruik van kunnen maken? In ruil voor mijn producten. Jij zegt, nee, want ik heb er niks aan. Maar als ik jou een beloning geef dat ik, weet ik veel, om het half jaar een nieuw iPhone krijg je van mij. Voor je gezin, voor je kinderen, een nieuw iPad. Hey, misschien wel 12-daagse cruise op de Bahama's. Zou je dat dan wel doen? Hey, dan zie je dat de eyeballs opengaan, dat men zegt, hey, dat is wel een reële deal. Dat wil ik best voor jou doen. Nog steeds aanhouder wint. Snap je? Dus nog steeds gebeurt dat in de opvolging. Niet na de eerste keer. Je bouwt vertrouwen op met diegene. Ja? Volgende punt, wat ontzettend belangrijk is. Elke keer dat een Corendon commercial of een Apple of een Samsung of Jumbo commercial wordt afgespeeld op de televisie, zullen ze aan één iemand denken. Aan jou. Want jij hebt je daarmee gebrand. Hoe krachtig is dat niet? Jij lift mee op de marketing en advertising budget van alle grootste ter wereld. Is dit helder, Tom? Leg ik het goed uit? Zie je hier meerwaarde in? Ja. Kijk. En hoe is je gevoel met mij? Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Ja, 25 jaar ervaring is dat. Daar ben ik niet mee geboren hoor, Tom. Ja. Juist, klopt. Kijk, als je dit doet al 25 jaar voor grote jongens. Ik heb bedrijven die van 0 naar 1,3 miljard zijn gegaan. Het is geen garantie dat het met jullie gaat gebeuren, even by the way. Maar om je een idee te geven. Bedrijven die van nog in de gulden tijd van 0 naar 400.000 gulden per maand zijn gegaan. Ik heb dit soort strategieën en systemen helemaal moest ik uitwerken. Natuurlijk ondertekenen, policy, privacy en elder. Dat ik dat niet mag delen, maar de kennis heb ik. Dus ik hoef alleen maar te kijken naar een bedrijf en een paar vragen te stellen. En dan weet ik, hey, dit zijn de pijnpunten. Hier lopen jullie tegenaan. Hier heb ik oplossingen voor. Die kunnen we heel makkelijk tackelen. Snap je? Alleen, die tackle je door een samenwerking. Dit is niet een eendagse cursus, workshop, seminar van een weekend of wat dan ook. Nee, dit is een lange termijn samenwerking. Omdat je tegen dingen gaat aanlopen die verbeterd moeten worden. Mensen veranderen, tijden veranderen, markt verandert, strategieën veranderen. Niet elke strategie past één op één bij die ene klant. Hè, we moeten bijvoorbeeld eens uitzoeken wat is zijn probleem. Juist. En wat doen de standaardverkoop? Is de standaardverkoop, het woord zegt het al. Dus Ton, wat zijn de eerste vragen welke vragen kan ik op dit moment voor jou beantwoorden? Mm-hmm.
Ja, natuurlijk. Ja. Nee. Dat gaat vanzelf gebeuren als je goed wordt, hè? Kijk. Ja. Juist. Ja. Ja, heel mooi. Ja. 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 Kijk. Juist. Ja. 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 Nee, klopt. Ja. Nee. Absoluut, dat garandeer ik ook. Dat garandeer ik ook, want dat doe ik al. Daarom zeg ik, ik ben juist blij wat we gaan doen, Tom. En ik kijk ernaar uit wat we gaan doen. We gaan ervoor zorgen, alle centjes die je hebt, hou je gewoon in je zak. Dus geen advertisingbudget enzovoort, want dat is helemaal niet nodig. Je moet eerst een waterdicht goed verhaal hebben en een aanpak. Hoe ga je binnenkomen? Overal binnenkomen. Op korte, lange termijn, presenteren, transacties, vermenigvuldigen. Dat is alles. Ik ga het niet moeilijker maken dan dat is, want dat is het niet. Dat uitwerken, ja, daar hebben we wel tijd voor nodig. En ik wil nog een aantal belangrijke zaken met je bespreken, want dat je het eigenlijk ook door kan geven aan jouw compagnon. Op het moment dat jullie beiden een goed gevoel hebben, dan gaan wij een samenwerking starten. En dat is een wederzijdse samenwerking. Dan gaan wij een overeenkomst gaan wij ondertekenen. En die overeenkomst is zo gemaakt, Ton, om jullie in bescherming te nemen. Dat jullie weten waar jullie aan toe zijn. En mijzelf ook. En dat wil ik nu eventjes met je delen in het kort. Heel simpel. Mocht met jullie iets gebeuren. Hè, we zijn mensen. Vandaag zijn we er, morgen ineens niet meer. Hey, kom ik niks halen? Want voor €250 per maand, Ton, extra btw, word ik niet rijk of arm. Ja? Ik moet het van de volume hebben. Ja. Ten tweede, mochten jullie failliet gaan, waar we vanuit gaan dat het niet gebeurt, want daarna gaan we een samenwerking starten, kom ik ook niks halen, want dan heb je al genoeg ellende aan je hoofd. Ja? Dus die €250 maakt mij echt niet blijer, om het zo maar te zeggen. Ja? Verder, houden jullie je niet aan je afspraken en dingen, dan mag ik handdoek in de ring gooien en dan gaan we het contract verscheuren. Ja? Andersom, al die punten wat ik net opnoem, is dat wederzijds uiteraard. Een ander ding is, we gaan een samenwerking aan van 24 maanden. Waarom? In 3 maanden kunnen we niks opbouwen. Dan kunnen we wat neerzetten en dat je al winst gaat draaien. Maar in de loop van de tijd moeten we dingen gaan verbeteren en heb je elkaar gewoon nodig. 3 maanden opzegtermijn, Tom. En stel je voor welke reden dan ook, dat je zegt, ik ben iemand beter tegengekomen die ons naar een nog hoger level kan brengen. Robert, we hebben jouw diensten niet meer nodig. Heel simpel, daar heb je voor getekend. 3 maanden opzegtermijn en we zijn gewoon klaar. Ja? Hou ik me niet aan mijn afspraken of wat dan ook?
hey, kun je het contract gelijk verscheuren en zijn we elkaar helemaal niks verschuldigd. En het allermooiste is, het is een wederzijdse samenwerking. Eerst gaan we zorgen dat jullie profit maken en dat jullie op poten worden gezet en geld gaan verdienen, winst gaan maken. Daarna kun je mij helpen om in de bepaalde markten en branches binnen te komen met mijn diensten. En dan krijg je een maandelijkse cashflow kickback fee van 50%. Waarom, Tom? Ik heb liever heel veel van 50% dan heel weinig van 100%. Snap je? Dus dat is wat ik aanbied aan ondernemers en bedrijven. Ik heb dit gesprek heb ik opgenomen. Ja, dat wil zeggen, je hoort mij alleen praten, niet jou. Dus niemand hoort de informatie die jij deelt. Alleen informatie die ik deel, die kan ik naar je doorsturen. En die kan jij aan je compagnon beluisteren. Want ik wil altijd open-minded, open kaart. Het is zoals het is. Dit is het. Niks meer, niks minder. Ik geef winstgarantie, Tom. Dat staat ook in de overeenkomst. Stel dat de resultaten tegen zullen vallen. Hey, dan werk ik voor niks. Dat staat ook in de overeenkomst. Ja? Zo zeker ben ik van mijn zaak. Zijn er vragen die ik nog voor jou kan beantwoorden? Ja. Extra BTW, correct. Ja. Nee. Ja. Dus is er in een bepaalde periode dat je geen winst maakt, dan werk ik voor niks. Zo moet je het zien. 3 maanden opzegtermijn. Ga. 50% kick. Ja. 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 Is ook prima. Jouwe, dat is geen enkel probleem. Misschien is het eerst handig met jouw compagnon telefonisch uiteraard. Dat ik hem ook dit verhaal... Je krijgt dit verhaal sowieso straks in WhatsApp in de audio. Dus dan kan je naar je compagnon doorsturen. Maar heeft hij vragen, dan kan hij me altijd bellen op het nummer 0654-360-104. En ben ik echt... Nou ja, ik zit dag en nacht aan mijn telefoon, dus ik ben best wel snel, Tom. En het belangrijkste, mocht er wat gebeuren met jullie faillissement of ja, doodsoorzaak of van mijn kant, dan houdt het natuurlijk op. Behalve als ik een vervanger heb, dan gaat de deal gewoon door. Ik heb vervangers, want ik ben een heel team aan het opleiden en Damir is daar ook één van. Dus dan weet je wat dan weer zijn taak een beetje is. Die jongen heeft niet zoveel ervaring in het verleden. Hij heeft, 7-8 jaar geleden hebben we op een project samen gezeten. Maar hij heeft altijd andere klusjes in zijn leven gedaan. Maar ik vind het een zo sympathieke jongen. Het is echt een goede kennisvriend van me geworden in de laatste jaren. Zolang ik hem ken. En ik weet dat hij links en rechts altijd een beetje op zoek is naar wat meer, naar wat beter, naar wat sneller. Hè? Dat is logisch, zijn we allemaal. En daarom ben ik hem nu aan het zitten in mijn team en ben ik hem aan het opleiden dat hij ja, wat taken van mij over kan nemen en mij kan ondersteunen. Ja, klopt. Goed zo, dat is het belangrijkste. Ja. Geen enkel probleem. Is goed, Ton. Wij houden contact. Ik wil je bedanken voor je vertrouwen, kostbare tijd. Welke vragen je ook hebt, je weet me te vinden. En de audio-opname komt jouw kant op. Ja? Graag gedaan, want dat is mijn werk. Dat is mijn werk. Dus geen enkel probleem. Is goed, jongen. Hey, fijne dag, hè? Yo, hoi, hoi. Oi.